is een pilot waar we mee draaien nu bij Airside Operations. En daar willen we in de toekomst ons voordeel mee gaan doen. Door dingen snel en hands-free te kunnen gaan benaderen. Ja, nou hier hebben we bijvoorbeeld Gate Charlie 11. En als ik daar dan gegevens van wil hebben, dan vraag ik of hij de vluchtgegevens voor me op wil zoeken. Oké, Glass. Find the flight. Charlie 11. Je ziet hier op de telefoon wat ik op mijn glas zie. Nou, dat is dan de registratie. De geplande tijd en het vluchtnummer. De codeshare. Nou, Google Glass registreert heel precies met een camera. Dus een cameraopname van waar de respondent de passagier naar kijkt. Dus, en je hoort hem of haar ook praten en hardop denken. En dat werkt met name weer illustratief en ondersteunend voor het onderzoek. Hi. Dit is toch vertrekhal 2, hè? Of niet? Ja, want ik moet naar Biloens, dus, maar ik zie het nergens staan. Dus vandaar dat ik het nog even vraag. Biloens is vertrekhal 1. Vertrekhal 1? Ja. Dankjewel. Het Schiphol doet dit onderzoek omdat zij heel goed willen uitvinden hoe passagiers de reis maken op Schiphol. Om te kijken wat hun informatiebehoefte is met name. En om te kijken hoe Schiphol die informatievoorziening aan passagiers kan verbeteren. Oké, Glass, take a picture. We krijgen steeds meer functionaliteiten op de Glass. Maar dat is meer gericht op de toekomst. We willen bijvoorbeeld de vluchtgegevens van vliegtuigen, als ik nu hier naar het vliegtuig sta te kijken en dan de vluchtgegevens in mijn glas geprojecteerd krijg, dan weet ik gelijk hoeveel mensen er aan boord zitten, of er dangerous goods aan boord zijn, wat het vluchtnummer is en waar die eventueel naartoe gaat. Nou, er worden in het landingsterrein en op taxibanen ook afzettingen geplaatst. En die moeten altijd aan eisen voldoen van afstanden naar centerlines. En nu meten we dat bijvoorbeeld ter controle uit met een meetwiel. Maar we kunnen dat in de toekomst met de Glass bijvoorbeeld vanuit de auto, door ernaar te kijken, gelijk de afstand bepalen. Ik vind het wel klasse dat Schiphol zich weer wil verbeteren en wil vernieuwen, want ik neem aan dat het daarvoor bedoeld is. Ik vind het zelf het leukste dat we er lekker vooruitstrevend mee bezig zijn. Je werkt met de modernste techniek en het wordt steeds weer geüpdate en uitgebreid. En dat is natuurlijk leuk om daarmee bezig te zijn. Buiten het feit omdat het je werk makkelijker maakt.